In 1902 kreeg Pieter Zeeman samen met zijn Leidse collega Hendrik Anton Lorentz de Nobelprijs voor natuurkunde. Ze kregen de prijs voor de ontdekking en de verklaring van het Zeeman-effect. Pieter Zeeman werd geboren in 1865 in het dorpje Zonnemeren bij Zierikzee. Hij bezocht de HBS in Zierikzee en daar al werd de grondslag gelegd, zoals hij zelf later schreef, voor het waarnemen met de grootste opmerkzaamheid van nauwelijks zichtbare verschijnselen. Zeeman zou bekend worden als een experimentator, een experimenteel fysicus die talent had voor het uitvoeren van precisie-experimenten. Na zijn schooltijd in Zierikzee bracht Zeeman nog een jaar door in Delft, waar hij zich voorbereidde op het staatsexamen gymnasium dat nodig was om toegelaten te worden tot de universiteit. Hij studeerde natuurkunde in Leiden en was achtereenvolgens assistent bij Lorentz en bij de grote experimentator Kamerling-Onnes. En bij Kamerling-Onnes promoveerde hij in 1893 op een proefschrift over het zogenaamde Kerr-effect. In zijn proefschrift onderzoekt Zeeman wat er gebeurt als je licht laat weerspiegelen aan een spiegelende magneet. Dat onderzoek van Zeeman maakte deel uit van een belangrijk onderzoeksprogramma dat aan het eind van de vorige eeuw in het Leidse laboratorium werd uitgevoerd. Een onderzoeksprogramma dat lag op het gebied van de optica en de magneto-optica. Magneto-optica is het onderzoeksgebied dat zich bezighoudt met de relatie tussen magnetisme en licht. Je kunt daarbij denken aan het verschijnsel van Kerr, het onderzoek van Zeeman, maar ook bijvoorbeeld aan de invloed die magnetisme heeft op de voortplanting van het licht. Al die experimenten waren er in feite op gericht te onderzoeken wat licht nu eigenlijk is. As early as 1666, Newton saw that light could be separated. Light is emitted by matter within a substance. Or more accurately, in the substance particles, the atoms. At a certain temperature, visible radiation is produced, a form of light. Light, perceived as white, can be analyzed. Seen through a prism, we see the range of colors in light, the spectrum. Every substance emits its own specific light. A heated substance emits characteristic light lines, rather like fingerprints. Sodium can be identified, for instance, by two narrow lines in the spectrum. These are what researchers call D-lines. Just why certain properties in a substance cause spectral lines was still a mystery in the 19th century. In het najaar van 1896 kwam Zeeman op het idee om te onderzoeken of er misschien een verband bestond tussen magnetisme en de vorm of de ligging van spectraallijnen. Waarom kwam hij op dat idee? Wel, in de eerste plaats natuurlijk omdat hij vertrouwd was met de gedachte dat er een verband bestond tussen magnetisme en licht. Maar in de tweede plaats, en misschien nog wel belangrijker, omdat hij ontdekte dat Michael Faraday, zijn grote voorbeeld, de Engelse fysicus uit het midden van de vorige eeuw, dat experiment ook al eens had gedaan. Zij het met negatief resultaat. In his notes dating from 1896, Zeeman wrote, "If Faraday contemplated a possible link, it may be worthwhile, using today's excellent aids for spectral analysis, to repeat his experiment. No one else seems to have done so to date." This is how Zeeman set up his experiment. On the left and right are the poles of a powerful magnet. In between, a substance is heated. The substance emits light in every direction, also across the magnetic field. Behind the source in the magnetic field, the light is reflected by a mirror, which separates the colors like a prism. This is known as Rowland's grating. The reflected spectrum is examined through an ocular, a Fresnel lens. Zeeman wrote in his notes,
1896, Wednesday, 2nd of September. Magnetic effect on flame. Asbestos impregnated with kitchen salt was heated in an oxyhydrogen flame. Used Roland's grating to obtain a spectrum. Examined the D-line sections through a Fresnel lens. It's possible to get the lines very sharp. When the magnet is switched on, the lines broaden to 2 or 3 times their original width. The current used was 30 ampere. The broadening seems to be symmetrical. Dat was natuurlijk een fantastische vondst, die verbreding van de spectraallijnen onder invloed van een magnetisch veld. Maar Zeeman was zich er zeer wel van bewust dat er ook nog andere oorzaken zouden kunnen zijn die die verbreding teweeg brachten. Bijvoorbeeld drukverbreding. Hij ging dus aan de slag in de volgende dagen om al die andere oorzaken systematisch te onderzoeken en uit te sluiten. En één voor één wist hij ze te elimineren. En uiteindelijk was hij ervan overtuigd dat hij echt iets nieuws had gevonden. Hij liet de proef toen aan Kamerling Onnes zien. En namens hem rapporteerde Kamerling Onnes erover in de vergadering van de afdeling natuurkunde van de Koninklijke Academie op zaterdag 31 oktober 1896. Later, Zeeman wrote about this event in the 1928 edition of De Gids. At the meeting on the last Saturday of October, Lorentz heard Kamerling Onnes's report on my discovery. So, the following Monday, Lorentz summoned me to his office. On the blackboard, he wrote his theory, which he said might be a real possibility. Lorentz had been working on his theory of electromagnetism for 20 years. It was the first time anyone considered what happened within atoms. Every atom contains a charged particle. This particle vibrates along an axis. The vibration may be a straight linear movement along the central axis, a circular anti-clockwise motion, and a circular clockwise motion. These three types of vibration are always present within atoms. They were thought to be the cause of light. The vibrations give light a specific frequency. The linear or circular direction of the vibration, when it occurs in light, is known as polarization. A magnetic field causes the vibrations to change. But the reaction differs in each of the three types of vibration. Linear vibrations don't change, but circular vibrations perpendicular to the field do. The change depends on the magnetic field and the charge. Anti-clockwise motions become faster. Clockwise motions become slower, or vice versa. At any rate, the magnetic field causes differences in speed. The frequencies begin to differ. The emitted light vibrations should reflect the magnetic field's influence. Besides the unchanged vibration, faster or slower vibrations occur. Therefore, there should be 3 frequencies instead of 1. This means the spectrum should show 3 lines. Lorentz also predicted a difference in polarization. The outer lines will show a circular polarization of light. It was only a hypothesis. In 1896, the phenomenon had not yet been observed. Lorentz showed Zeeman his calculations.
They indicate Zeeman's possible observations. A split into three lines and a certain type of polarization. We zien nu eigenlijk iets ontzettend moois gebeuren. Zeeman, de experimentator, doet een ontdekking, ontdekt een nieuw effect. De theoreticus Lorentz heeft daar een theorie voor, die verklaart wat Zeeman gezien heeft. Maar die theorie die doet meer dan alleen maar verklaren. Die theorie doet ook nog weer een voorspelling. Die voorspelt iets over de polarisatie van de buitenste componenten. Zeeman gaat aan de slag om die voorspelling te toetsen. Zeeman examined the spectrum's outer lines to find the polarization Lorentz had predicted. At first, he only saw the one line that had become broader. He decided to examine the edges. The prediction had forecast in what way the light was polarized there. Zeeman searched for proof. He used a filter to search for the polarization. And he found it. Zeeman, 23rd of November, 1896. I finally found the link between a magnetic field and light vibrations. With Lorentz's help, I have proved that the ion theory is correct, or at least highly probable. On the 24th, I demonstrated the experiment to Lorentz. He called it a stroke of luck and direct proof of the presence of ions. Een half jaar later, Zeeman is al inmiddels benoemd tot lector in Amsterdam, slaagt hij erin om ook de andere voorspellingen van de theorie van Lorentz te bevestigen. Hij ziet de lijn zich splitsen in drie componenten. En daarmee was de ontdekking van het Zeeman-effect een feit. Years later, with improved equipment, Zeeman produced a better result. After 1923, he had a special lab in Amsterdam for spectroscopic research. Here he used improved light sources, filters and instruments, which enabled him to dissect light more clearly, to see better. From that moment on, every theory of atoms had a force to reckon with. The Zeeman effect. The splitting of the spectral lines if a substance finds itself in a magnetic field. The initial question was, what is light? But Zeeman's discovery centered on matter itself, the charged particles in it. This became the starting point for further research in the 20th century. Zeeman sensed the importance of all this. At his inaugural lecture in 1900, he said there was support for the theory that electricity would be found to be present in thousands of places where it could not yet be demonstrated. Now we see electric particles vibrating in every flame and every light source.